Beste kijkers, leuk dat jullie weer kijken. Hotelkamercheck gaat over de grens en we zijn nu in België en gaan op verzoek van het hotel zelf het hotel filmen. We gaan naar Hotel Tulip Inn in Antwerpen. We zien jullie straks en je weet het hè, na het kijken even liken en abonneren. Tot zo! Hallo. Welkom in onze kamer. Nou, het hotel is pas gerenoveerd en dat kan je ook wel zien, want alles is gewoon nog kraakhelder en netjes. Er zijn 126 kamers en ze zien er allemaal een beetje hetzelfde uit. Wij hebben een tweepersoonskamer met een tweepersoonsbed. Er zitten naast het bed zitten genoeg stopcontacten. Hier is een bureau. Met een stoel en koffie- en theefaciliteiten met een koekje. Hier kan je je kleding aan kwijt en je koffers en je tassen zoals je ziet. We gaan het uitzicht wel even laten zien. Het is niet echt spectaculair, maar toch. Nou, hier voor de deur kan je gewoon parkeren en dat is allemaal gratis. Dat is wel fijn. Gaan we even naar de badkamer. Televisie. Hier kan je je jas aan ophangen. Dat hebben wij niet gedaan. En in deze spiegel kan je jezelf helemaal van top tot teen bekijken. De badkamer. Ja, het ziet er ook nog helemaal nieuw uit. Ja. Hier zijn we nooit zo blij mee. We hebben liever glaasjes. Maar wel een zeepdispenser. Dat is dan wel weer goed. En een mooie wastafel. Mooie wastafel. Wat nog helemaal nieuw. Oh ja, een föhn. Ook fijn. En de douche. Het is een regendouche en een handdouche. Het is een kleine badkamer, maar wel netjes. Ja, mooi. En zoals je kan zien hier... Oh. En zoals je kan zien op de vloer ligt geen tapijt. Iets van laminaat, denk ik, of vinyl, ik weet het niet. Nou, we gaan jullie natuurlijk nog het hele hotel laten zien. Dus we zien jullie later. Is het lekker, Anita? Het is best lastig met stokjes eten. Ja. Maar het is wel lekker. Ja. Niet tegen de sportschool vertellen. Lekker? Ja. Nou, we hebben net heerlijk gegeten hier en nu nog even aan de koffie met chocola. Kijk, als er nou een belangrijke voetbalwedstrijd is, dan hoef je niet thuis te blijven, want dan kan je dat hier volgen op dat scherm wat je daar ziet. Als je hier toch bent, dan zou ik, als ik jullie was, naar de bierbar gaan. En dan bestel je een bierplankje. Wat je hier ziet zijn vier verschillende Belgische biersoorten. Met daarbij passend een hapje. We hebben goed geslapen. Groot matras. Het fijne is twee kussens waar je uit kan kiezen. En goede verduisterende gordijnen. En we hebben weinig tot niets gehoord. Ja, op de gang alleen. Maar dat was het ook.
gaan straks weg natuurlijk en dit scheelt tijd voor de kamermeisjes als je dat zelf even doet. Wat aardig van jou, Ben. Ja, dat doe ik altijd. Zo, we hebben lekker gedoucht. Goede straal, constante temperatuur. Nou, mijn haar zit bijna goed, dus we gaan ontbijten. Wat heb jij veel beleg op je brood? Ja, dat komt omdat ze niet van die schaaltjes hier hebben staan. Dus dan moet je alles uit de pot op je broodje doen. En dan later de boter er nog onder zien. En Anita, heb je lekker ontbeten? Nou ja, je ziet het, alles is op, hè? Ja. Ja, was lekker ontbijtje. Nou, wifi ontvangst is goed. Je kan inloggen zonder codewoorden of zo. En als je dan toch op internet zit, ga naar ons YouTube kanaal en abonneer jezelf, hè. Nou, je ziet het, van de mooie omgeving moet dit hotel het niet hebben. Maar daarentegen zit je hier vlak bij de tramhalte. Het is een kwartier met de tram en dan stap je midden in het centrum uit. Het kost €3 per persoon, enkeltje. Bij de receptie krijg je informatie over Antwerpen en over de tram. En je kan meteen ook daar geld wisselen, want in de tram kan je boven de €10 wisselen ze niet. Dat is wel goed om te weten. Nou, we gaan nu de stad in. Goedemorgen vanuit het Tulip Inn Hotel in Antwerpen. We hebben hier een prima verblijf gehad. Ja, je moet natuurlijk wel kijken naar de prijs-kwaliteit verhouding. Het is een 3-sterren hotel, dus het heeft bijvoorbeeld geen fitness en geen sauna. Maar daarentegen is het een modern, schoon en fris hotel. Ja, en dat zie je ook terug op de kamer. Ja. Het heeft bijvoorbeeld geen kluisje, geen koelkast. Maar ja, daarentegen heeft het bijvoorbeeld wel een groot matras. Hoe vaak hebben we niet dat we in een luxe en duurder hotel zijn? Ja. En dan heb je 2 losse matrassen en dan moet je €20 bijbetalen voor een upgrade voor een king size bed. Nou, hier is dat er gewoon, dus dat vinden wij wel heel fijn. Ja, en het personeel was ook allemaal hartstikke vriendelijk en gastvrij. En ja, bij deze willen we ze ook meteen bedanken voor de uitnodiging die we hebben gekregen om dit hotel te komen filmen. En ja, voor de medewerking en de gastvrijheid. Ja, nou, rest ons alleen maar om te concluderen dat dit hotel een ruim voldoende heeft gekregen. Ja, zeker. Echte aanrader, hoor. Ga zo door. Tot ziens. Doei.